Zo, ik wil dus vloggen, maar het hagelt verschrikkelijk. Het is gewoon eng. Het is gewoon eng. Bedankt dat je mijn balkon even schoonmaakt. Dankjewel. Ik kom er net achter dat mijn collega dagelijkse vlogger... Enzo Knol, echt gewoon all the time in mijn stadje is. Want zijn vriendin woont in hetzelfde dorp als ik. Dus hij is hier gewoon all the time. Dus misschien kom ik nog wel een keer tegen. Dat is toch lachen? Ik vind dat leuk. Hey! 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 Hey. We gaan this or that. This or that tag doen. This or that. Zeg het eens snel. This or that. This or that. This or that. This or that. Oeh! God is farting, hoor je het? Het onweert. Okay. Blind of doof? Weet jij het al? Doof. Kan ik je tenminste nog zien? Ik denk dat we het vanuit twee oogpunten kunnen bekijken. Van wat is makkelijk en wat is fijn. Want je zou toch geen muziek willen missen? Wat? Je zou toch geen muziek willen missen? Wat? Ja, muziek. Ja, maar ik kan ook niet kijken. Ik kan ook niet naar films kijken of zo. Maar ik heb liever muziek dan films. Dan kan je mij nooit meer zien. Ja, maar ik weet hoe je eruit ziet. En dan blijf je voor altijd jong in mijn ogen. Oh ja. Oké. Okay. Altijd regen en echt regen of altijd sneeuw? Dat regen. Het sneeuwt. Ja, echt Siberië sneeuw, hè? 3 meter hoog. Oh, wat een leuke. Bedankt. Ik dacht eerst sneeuw. Nee, ik denk regen. Ja, waarom? Ja, dan kan je tenminste nog met de trein. Het sneeuw stopt gelijk hier. Ja. Dat is waar, hè? Ja. Vervelen of stress? Vervelen. Ja, ik ook. Ik kan niet tegen stress. Word ik gek? Oké, okay, makkelijke. Gerard of Gordon? Geer of Goor? Goor. Ja, nee, Geer. Ja? Oh. Ja. Ik vind Gordon gewoon grappig en hij heeft ook wel enigszins intelligente grapjes soms. Ja. En Gordon vind ik gewoon een beetje... Nee, je kiest voor Gordon, zeg je net. Ja, Goor, dat oh, is Gordon. Ik bedoel Geer. Geer vind ik een beetje... Nee, doe maar een Goor. Ja. Pepsi of Coca-Cola? Coca-Cola. Pepsi. Echt? Ja, dat is zoeter. Oh, ik hou sowieso niet van... Ik hou überhaupt niet van prik. Oh. Ook eigenlijk niet van cola, maar als ik moet kiezen... Nou, dan de volgende vraag. Zoet of zout? Zoet. Ja, maar ik hou heel veel van zoet, maar ik... Ik snack meer zout eigenlijk, chips en zo, de laatste tijd. Oké. Okay. Maar wel chocola. Oké, okay, zoet, ja, zoet. Disco of de kroeg? De kroeg. Kroeg, ja. Een unibrow of helemaal geen wenkbrauwen? Oeh! Die zag ik online staan. Dan doe ik helemaal geen wenkbrauwen. Mag ik ze nog tekenen zelf? Ja, maar dat is toch lelijk? Het is gewoon zo. Je kan het goed doen, hè? Je kan mooi tekenen. Maar unibrow kan ik ook nog plukken. Oké, okay, dat heb ik al een beetje hoor. Want ik heb vet dikke wenkbrauwen. Dat weten jullie niet, want dat zien jullie niet. Mijn wenkbrauwen zijn eigenlijk tot hier. Gewoon, ik heb één zo'n echt vet dik. Oké, okay, unibrow dan. Okay. Stop farting! Oké, okay, een gewetensvraag. Ja. Een hele moeilijke. Oké, okay. Ben je er klaar voor? Ja. Pannenkoeken of poffertjes? Ik lag om echt grapjes. Een gewetensvraag, oh. Poffertjes! High five me now! Een plotselinge dood, dus echt gewoon... Van iemand om me heen? Van jezelf, of van iemand anders om je heen, ja. Of van jezelf. Dus echt binnen 5 seconden. Of een hele lange lijdensweg en echt creperen. Plotseling dood. Ja, oké. Okay. Tuurlijk. De tijd vooruitzetten of de tijd terugdraaien. Dus je niet opeens zeg maar over 10 jaar bent of 10 jaar terug. Dat je 10 jaar over dat kan doen. Dat ik gewoon daar weer ben. Ja, en dat je gewoon alles weet en dat je alles overnieuw kan doen. Terug. Ja, waarom? Ja, omdat ik mijn vader vaker wil meemaken. Ah oh, ja. Ik ben in mijn puberteit heel stom geweest en heb hem heel weinig gezien. En toen is hij overleden. Ja. 5 jaar geleden. Dus dat zou ik dan willen. Ja. De liefde vinden en weer kwijtraken. Heb ik al lang gehad. Nooit de liefde vinden. Ja, vinden die en eerste, kwijtraken. Ja. Hoeveel pijn het ook doet, je hebt het wel meegemaakt. Je beide armen eraf of allebei je benen eraf? Armen. Je armen eraf? Wat? Kijk, want dan kan je, als je benen eraf zijn, dan kan je al nog die prothese. Kan je alleen maar lopen ook, hè? Overal, en met je handen kan je van alles aan aanraken. Ja. En zo, je liefde aan. Oké, okay, benen eraf. Je hebt gelijk. Weten wanneer je doodgaat of weten hoe je doodgaat? Wat doe je me aan? Wanneer of hoe? Ja, nou, ik zou zeggen wanneer. Ja, hè? En ja, dan kan je nog je leven erop inrichten, zeg maar. Dan heb je wel zoiets van morgen ga ik dood. Ja, en dus je weet hoe en het is verschrikkelijk. Ja, daarom juist. Ben je constant over je schouders aan het kijken, want je weet niet wanneer. Ja. Een jaar lang alleen in een onderzeeër. Wow. En echt alleen, hè? Onder water. Ik ben claustrofobisch op die Of alleen in de ruimte. Allebei claustrofobisch. Nou, ik zou de ruimte kiezen, heb je toch minstens nog uitzicht. Mooi uitzicht, ja. Kun je nog kijken. Ja, ik heb de ruimte. Voor de rest van je leven met de trein, of voor de rest van je leven altijd met de auto? Auto. Ja? Maar voor ook niet aan andere mensen te ergeren. Precies. Dan kan je rijd ik zelf met de auto, welke chauffeur?
maakt eigenlijk niet eens uit. Chauffeur. Dan kan ik zelf instappen wanneer ik wil, zelf gaan wanneer ik niet wil. Maar je zit wel in de kutfiles. Ja, maar in die kuttrein met al die andere mensen eromheen. Precies. En dan... En die harde muziek. En of, stinken zo. Of zo. Weet je, het echt helemaal... Sardientjes. Zo. Wil je liever altijd weten wanneer iemand liegt? Of altijd weg kunnen komen met zelf liegen? Die eerste. Ja. Ik weet dat iemand liegt, ja. Ik ben zelf wel vrij eerlijk, denk ik. Vind ik heb ook niet de behoefte om veel te liegen. Nee, ik ook niet. Maar ik heb sowieso wel een goede sense van wanneer iemand liegt. Ja, ik ook. Nou, dit vind ik een lach. Oh. Sorry hoor. Welke zou je stoppen? Ja? 9-11 of de Holocaust? 3000 doden versus miljoenen doden. Holocaust. Ja, ja, toch? Ja. Ja, sorry hoor. Ja. Duh. Ja. Heb je liever dat zeemeerminnen echt zijn of dat unicorns echt zijn? Zeemeerminnen. Ja, en dan wil ik er ook eentje zijn. Ja. Ja. Ja, mooi. Harry Potter of Twilight? Harry Potter. Daar gaan we. Luister je liever 1 uur naar Baby. Oh. Of 10 uur naar Gangnam Style. Justin Bieber. Ja, heel ja. Toch. Niet zo erg hoor. 10 uur. Oh god. Ben je liever man of vrouw? Man. Vrouw. Nooit meer tv kijken? Je kent toch geen tv? Ik heb niet eens een tv. Nou, vriendjes en vriendinnetjes. Dat was het weer. Dat was het weer. Oké, nou dan gaan we weer. Wat moeten ze doen? Wie? Wij? Oh. Liken. Ja. Liken. En subscriben. Hier moet toch? Dat echt? Ja. Nou, dat moet niet. Maar ik zou het leuk vinden als ze ook abonneren. Abonneren. Komt straks hier te staan. Ik ken haar niet hoor. Ik ben niet zomaar terecht gekomen. Hij was verdwaald en hij heeft hij aangebeld. Ja. Mag ik jou plaatsen? Nee, je hebt me opkomen halen. Uit mijn huis gerukt. Echt hè? Morgen weer een dag. Oké, slaap lekker tot morgen. Doei! Dag, Kruskotti. Wat zei je? Kruskotti. Wat is dat? Dat zeggen Duitsers. Kruskotti? Kruskot, ga met God of zoiets. Nog nooit gehoord. Spreekt er iemand Duits hier? Doe even vertalen daarom. Ja, ik wil het even weten. Ja, nee, wil het ook weten. Oké, peace. Ciao. Das Vidania. Dat is Russisch. Okay.